Voor mij zijn we live, Arline. Ja, leuk Marieke. We hebben er zin in. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er zeker klaar voor. We hebben ook wel aardig wat mensen die met ons meekijken. Nou, er komen zo meteen nog wel meer mensen die misschien erbij willen komen. Welkom bij onze webinar over het schooladvies. We hebben vaker deze webinars gegeven, maar het zal het even afwachten. Hoe gaat dat met de techniek? Als het goed is, zijn we voor iedereen goed te verstaan en in beeld. En zien jullie ook onze PowerPoint. Heb je daar problemen mee, dan kan je naar ons telefoonnummer eventueel bellen. En dat is, weet je, uit je hoofd, 030 nummer? Nee, ik weet het 030 nummer niet uit mijn hoofd. Nee, ik heb in je telefoon staan. Zullen we dat eventjes even snel opzoeken? Even snel opzoeken, dan kan je daar dat nummer bellen voor als er problemen mee zijn. Voor nu even de vraag of iedereen het goed gaat. En daarvoor wil ik jullie vragen om even je handje op te steken. Je ziet in je controlpaneltje een handje. Dan kan je die laten opsteken. Dan weet ik of je het allemaal goed gaat. Ja, ik zie al een handje van Carla verschijnen. Ja, van heer of mevrouw Visser, van Hans, van Judith, van Julia, Lisbeth. Oh, dat zijn er nou, al dat heel veel. Dat gaat hartstikke goed, dus volgens mij werkt alles naar behoren. Mochten er problemen zijn, dan is ons telefoonnummer 030 30 60 800. Ja, oké, we zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Tijdens de webinar kan je ook je vragen stellen. En dat kan via de question optie of via de chat. Dus heb je een vraag, schroom niet om die te stellen. Want wij zijn er juist deze webinar om jullie vragen over het schooladvies te beantwoorden. Nou, Arline. Ja, willen we maar starten? We gaan gewoon starten, Marieke. We hebben een mooie volgende korte introductie die daarvoor. Want we weten niet hoe ver jullie wel of niet bekend zijn met ouders en onderwijs. Wie zijn wij? Wij zijn de landelijke organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd tussen de 4 en 18 jaar. En daarbij bieden we vooral een informatiepunt voor ouders. Dat betekent dat we heel veel onderwijsinformatie zo toegankelijk mogelijk hebben gemaakt voor ouders. Teksten op onze website. Maar we zijn ook het informatiepunt en de vraagbaak voor ouders. Waar ouders elke dag, schooldag in ieder geval, tussen 10 en 3 met al hun vragen kosteloos terecht kunnen. Van alle vragen die we krijgen, maken we altijd wel overzichten en samenvattingen. En die leggen we vooral terug bij de overheid en de rest van de onderwijssector. Zodat die in hun beslissingen, politiek maken, invulling geven aan onderwijs. Een vertaalslag kunnen maken naar wat ouders daarin belangrijk vinden. Nou, dat is voor vandaag in ieder geval de grote hoofdmoot. We helpen ouders ook met hun eigen organisaties. Maar dat is op een ander moment dan hier vandaag. Wat gaan we doen vandaag? Marieke, jij hebt nog een volgende dia, de webinar. Want we gaan het vandaag vooral over schooladvies en ouders hebben. Waarom dit onderwerp? Nou, dat zal jullie niet heel erg verbazen. Waarschijnlijk heb je zelf ook een kind in groep 8 en is het in de schoolcarrière van je kind een heel belangrijk moment. Dat merken we ook terug bij onze helpdesk, want hij staat altijd hoog in de top 10 van meest gestelde vragen. Februari, maart, veel vragen, schooladvies. Later in het jaar ook heel veel over de eindtoets. We gaan het onderwerp behandelen vanmorgen aan de hand van 4 polls. Die komen straks iedere keer apart in beeld. En bij elke poll hebben we een aantal meerkeuzeantwoorden. Die mogen jullie dan invullen. En aan de hand daarvan gaan we de ervaringen uitwisselen. En bespreken we ook iedere keer bij elke poll een aantal tips. Ja, en stel tussendoor vooral ook je vragen. Want daarvoor zitten we. Dus loop je zelf ergens tegenaan of heb je een specifieke vraag over iets, leg het je voor. Je vragen kunnen de andere deelnemers niet zien, die zien wij wel. Maar we zullen wel proberen ze dan nu te behandelen. Mocht dat uiteindelijk niet lukken, dan nemen we na de uitzending nog weer contact met je op. Ja, is goed. We gaan het vooral hebben over jullie vragen en signalen over schooladvies, toelating, plaatsing, aanpassing schooladvies. Er zit natuurlijk ook nog een andere kant aan dit thema. Dat is vooral de beleidskant en de medezeggenschapskant. Daar gaan we nu niet zozeer op insteken. Wellicht later in het jaar, want deze hele nieuwe wetgeving rond schooladvies en eindtoets gaat langzamerhand naar het einde van de eerste periode van 5 jaar. En dan komt er een uitgebreide evaluatie. En willen we ook zeker graag ouders, maar ook ouders in de medezeggenschapsraad, daarover bevragen. Dus hou de berichten in de gaten.
Maar nu vooral de individuele situaties. Maar ook hier geldt dat we jullie vragen, maar ook hoe jullie het nu ervaren, daarin graag mee willen nemen. Zodat we ook namens ouders een bijdrage kunnen leveren aan die evaluatie die er plaatsvindt. En daarmee misschien ook wel weer kunnen verbeteren met elkaar. Ja. Nou ja, vooral zorgen dat de kinderen daarin de beste kansen krijgen. Want daar gaat het in het schooladvies vooral. Juist, en het is een heel belangrijke mijlpaal wat dat betreft. Want het bepaalt gewoon heel veel voor je kind zijn toekomst. Dat basisschooladvies. Dus wij horen ook dat dat echt een heel groot belang is. Van alle kanten. Ja. 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 Dan gaan we naar de eerste poll. Die komt zo in beeld, denk ik. En die eerste poll gaat vooral over de verwachtingen die we mogelijk hebben. Jullie kunnen de poll nu invullen. De poll luidt: het schooladvies voor mijn kind sluit aan bij de verwachting die we hebben. Dus had je een bepaald idee, had jouw kind een bepaald idee en is dat ook uit het schooladvies gekomen? En dan kan je kiezen: ja, het schooladvies komt overeen met onze verwachtingen. Nee, het is lager dan verwacht. Nee, het is hoger dan verwacht. Of we hebben het advies nog niet ontvangen. Dat zou kunnen. Want tot 1 maart hebben de scholen de ruimte om het schooladvies te geven, te maken. Het is nog geen 1 maart, maar het schiet wel heel erg op. Zeker met de vakantie die er nog aankomt bij heel veel scholen. Ja, ja, dus het wordt best wel krap dan 1 maart. Dan wordt het heel krap. En ik verwacht ook wel dat de meeste scholen het al af hebben gerond. Maar misschien komt er daar ook nu wel iets interessants uit dat er nog altijd scholen zijn die het op het last minute doen. Wat heel jammer zou zijn, hè, want... Het is natuurlijk juist belangrijk om daar met elkaar goed gesprek over te hebben. En niet onder tijdsdruk staan. Ik heb inmiddels al aardig wat van jullie hebben ingevuld. Er komen ook wat meer mensen bij de webinar die nog aansluiten. Heb je nog geen antwoord gegeven op de poll? Doe dat nu nog eventjes. Dan kunnen we mooi naar de antwoorden toe. Ja, nog een laatste stem erbij. Dan ga ik hem nu sluiten en dan hebben we een uitkomst van deze poll. Marieke, wat is de uitkomst? Nou, de uitkomst hiervan is dat 11% aangeeft dat het schooladvies overeenkomt. Dus dat is slechts 11%. 11%, ja. 44% geeft aan dat het schooladvies lager is dan verwacht. 0% hoger dan verwacht. En 44%, dat is een heel groot aantal, heeft dan nog geen schooladvies ontvangen. Nou, ik van het laatste schrik ik van. Ja, ja, jij ook. Ja. Zeker wat we net al zeiden, 1 maart is al heel snel. Er komt sowieso voor elke regio nog een schoolvakantie aan. Dus dan zou het betekenen in die laatste week nog heel veel moet gebeuren. En ook nog heel veel gesprekken moeten plaatsvinden. Met name gekoppeld aan B... omdat het schooladvies lager is dan verwacht, dan wil je zeker als ouder heel graag een gesprek met school. Dan heb je zeker nog een goed gesprek, denk ik, nodig. Heb je inderdaad nog geen schooladvies gekregen? Misschien kan je even reageren, waarom niet? Doe je misschien wel mee, zit je kind in groep 7? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, hè? Heel goed ook wel dat je dan nu alvast op voorbereid op dit onderwerp. Maar laat het ons even weten als jij... nog geen schooladvies heeft gekregen, of je kind nog geen basisschooladvies heeft gekregen, en wat daarvan de reden is. Dat kan via de chat of dat kan via de question optie. Ik ga even kijken of er al reacties binnenkomen. Nee, ik heb nog geen reacties op deze vraag. Van Anne had ook iemand aangegeven, we hebben ook een aantal mensen, behoorlijk wat mensen aangegeven, dat het basisschooladvies lager is dan verwacht. Ik ben wel benieuwd, waar zit dat dan in? Zeg maar, is het veel lager of is het iets lager, 1 niveautje lager of een half tussenliggend? Ja. En hoe heb je dat ervaren? Laat ook dat ons weten. Misschien kan jij verder... Ja, nou wat natuurlijk altijd ook bijzonder is om te registreren en te weten is van... wanneer dat schooladvies voor het eerst ter sprake is geweest. En als het schooladvies lager is dan verwacht, en zeker in zo'n grote groep, 44%, dan vraag ik me vooral af van wanneer zijn de eerste gesprekken over de mogelijke uitstroom geweest. En
wat wij van ouders horen als grote wens, is dat het gesprek eigenlijk niet vroeg genoeg kan beginnen. En dan niet om dan al exact een precies uitstroom gegeven te krijgen. Maar vooral om die wederzijdse verwachtingen uit te spreken en helder te krijgen. En dat kan eigenlijk niet vroeg genoeg. Het zou heel goed zijn om dat met elkaar juist voorzichtig vanaf groep 6 is op tafel te leggen. Waar zit je zelf aan te denken? Welke verwachtingen heb je? Dat de leerkracht daar iets over zegt. Dat de ouders daar iets over kunnen zeggen. Maar dat vooral ook het kind zelf daar natuurlijk iets over kan zeggen. Want als je die wederzijdse verwachtingen concreet benoemt, helpt dat natuurlijk wel in de duidelijkheid. Wij krijgen nogal vaak te horen van ouders dat scholen teruggeven aan ouders en kind dat het goed gaat op school. En juist in dat woordje goed zit eigenlijk de miscommunicatie. Het kan best goed gaan met je kind op school, op zijn of haar niveau. Maar dat zegt nog helemaal niets over de uitstroom naar welk schooltype je gaat. Nee. En het is belangrijk dat ouders, als ze dat horen van de leerkracht, ook zelf daar nog eens extra navraag naar doen. En het goed slaat dan op het functioneren in de klas, in de lessen, toetsen die gemaakt zijn. Maar dat is iets heel anders dan wanneer je het hebt over naar welke school je gaat uitstromen. Is het herkenbaar voor mensen? Herkennen jullie dit punt wat Ardine hier aangeeft? Omdat het inderdaad zegt, nou, het gaat goed met mijn kind. En dat je daar uiteindelijk een andere verwachting of een ander beeld van hebt dan de school heeft. Wat krijg je voor antwoorden, Marieke, intussen? Ja, nou, dus hier heeft niet iemand aan die zegt, ik heb nog geen advies gehad. Mijn zoon zit in groep 7. Hartstikke welkom en goed dat je hier al bij bent. Zeker ook vanwege het eerste punt dat we aangeven. Van, nou, ga dus zo vroeg mogelijk al over me in gesprek. Geeft hier ook iemand aan die zegt, het schooladvies komt toch niet uit de lucht vallen. Het loopt al vanaf groep 6 en 7 en wordt regelmatig besproken met ouders in gesprekken. Dus kan mij voorstellen dat school wacht tot voor of op 1 maart. Ja, dat denk ik ook. Ja. Als het op die manier gebeurt, is het prima. Ja, heel goed. Maar dan heb je wel steeds het gesprek erover. En dan komt het officiële papiertje pas vlak voor 1 maart. Daar is niks mis mee. Nee, dus dan is eigenlijk dat officiële advies is het sluitstuk van de gesprekken die je met elkaar hebt. Ja. En dat is inderdaad dan prima. Dan heb je daar ook, als het goed is, geen discussie meer over. Hier geeft iemand nog aan van vanaf groep 6 al een advies. Nou, wat vind je anders geworden dan we al die tijd dachten? We horen bij de 11%. Hartstikke mooi, fijn om te lezen. Inderdaad, dat jullie de ervaringen, dat deze twee ervaringen in ieder geval laten zien dat er al eerder hierover gesprek is. En dat je het dan hebt met elkaar over de wederzijdse verwachtingen. En dan kan je daar ook met elkaar stap in zetten. Nee, wat mooi is om er tijdig over te hebben, is dat er dan nog ruimte is om ergens mee aan de slag te gaan. Hè? Als een kind een specifieke verwachting heeft, want weet echt wel heel goed wat hij of zij wil. En je hebt net nog even een tandje extra nodig of een bepaald onderdeel van een lesprogramma wat meer in te verdiepen. Dan kan dat dan ook. Hè? Dan heb je de gelegenheid om te laten zien wat het je waard is om nog die extra stap te zetten. Dus ook daarom is het belangrijk op tijd ermee te beginnen. Ja, we hebben een aantal ook aangegeven. Best nog ook best 44% dat het advies lager is dan verwacht. Kunnen jullie ook even aangeven waar het in zit? En hoe je dat hebt ervaren, hoe dat gelopen is. Is het dan toch lager dan jullie van tevoren vanaf groep 6 al besproken hebben? Of komt dan in dit soort situaties het advies wel een beetje uit de lucht vallen? Ik ben benieuwd naar die ervaringen. Ja. Laat het ons even weten. Had jij je verder op dit onderwerp nog? Nou, dit zijn eigenlijk wel de belangrijkste aandachtspunten die we hier neer willen leggen. En mee willen geven aan jullie als ouders. Hè. Dat je steeds dat goede gesprek daarover hebt. Wat je verwachtingen zijn. Benoem ze concreet. Hoe concreter, hoe beter. Zeg ik daar altijd in. En dan spreek je met elkaar af. Het is nooit over een bepaalde periode weer nog eens een keer op terug te komen. Kun je de verwachtingen misschien aanpassen. Oké, er komen geen vragen. Geen vragen, reacties verder. Nou ja, dan kunnen we overgaan naar de volgende poll, die in het verlengde daarvan ligt. Ik ga hem even opzoeken en starten. En die gaat over de zaken waaruit het schooladvies is opgesteld.
Schooladvies is, als het goed is, opgesteld uit verschillende onderdelen. Het is natuurlijk voor een groot deel gebaseerd op de cijfers. Laten we eens even kijken wat, inderdaad, hoe dat is gegaan bij jullie. Ja. En een andere kwaliteit, dus de poll is, kijkt de school naar alleen cijfers en ook andere kwaliteiten van mijn kind bij het opstellen van het schooladvies? Ja, de school kijkt naar cijfers en andere kwaliteiten. Nee, de school kijkt vooral naar de cijfers. Nee, de school kijkt vooral naar andere kwaliteiten, dat kan ook. Of je weet het niet. Kies maar. Dat kan natuurlijk ook. Dat je daar of nog geen inzicht in hebt, of dat ook gewoon niet weet. Even kijken. Ik heb een vraag binnengekregen. Iemand geeft een oude vraag. Ik vind het lastig dat de rapporten uitsluitend uitgaan van de CITES-curves gedurende groep 6, 7, 8. Deze vraag zullen we zo meteen even mee. Ja, ik pak hem heel eventjes. Ik pak hem even. Ik hou hem even in de gaten. En die pakken we zo even mee. Er wordt al goed gereageerd op de poll. Nog een paar meer stemmen. Kan nog eventjes. Heb je nog niet gestemd? Ja, daar is weer iemand die gaat stemmen. Heel goed. We hebben ook inmiddels weer wat meer, nog meer nieuwe deelnemers. Hartstikke welkom. Mooi zo. Leuk dat je erbij bent. Ik ga de poll nu sluiten. Heel goed. Dan hebben we nu de uitkomsten van deze poll. 42% geeft aan, ja, de school kijkt naar de cijfers en andere kwaliteiten van mijn kind. 33% geeft aan, nee, de school kijkt vooral naar de cijfers. 8%, nee, de school kijkt vooral naar andere kwaliteiten. Naar de kwaliteit, naar andere gegevens, zeg maar. En 17% weten niet. De meerderheid geeft in ieder geval aan dat de school kijkt naar de cijfers en naar de andere kwaliteit. En de andere kwaliteit. En dat klopt voor mij ook, toch Arlina? Zo zou het ook moeten gaan. Ja, zo zou het ook moeten gaan. Basisschooladvies wordt gemaakt over een hele lange periode. In wezen over alles wat een kind natuurlijk in de afgelopen 8 jaar heeft laten zien. Nou, we mogen ook van uitgaan dat de school daar heel deskundig in is. Die heeft die leerling meegemaakt. Maar een leerling is niet alleen maar cijfers. Cijfers zijn een belangrijk hulpmiddel om te bepalen waar je kind staat. Maar daarnaast heeft een kind ook heel veel andere kwaliteiten. Kwaliteiten als doorzettingsvermogen, sociaal-emotionele rijpheid, passie, werkhouding. Nou, allemaal dat soort dingen zijn net zo goed dingen die in het schooladvies kunnen worden opgenomen. Want het is niet ergens vast omschreven wat er precies in het schooladvies moet terugkomen. Dat mogen scholen eigenlijk zelf bepalen. Er is geen wettelijke regel die zegt het moet daarop gebaseerd zijn. Nee, nee. Dat kan je een beetje hebben. Het schooladvies is nu een aantal jaar. Op deze manier komt dat tot stand en ook voor 1 maart. Daarvoor was het alleen de toets, zeg maar, de eindtoets. Kan je wat vertellen over waarom deze verandering is ingezet? Nou, die is vooral ingezet eigenlijk om twee dingen. Hè. De eindtoets zat eerst voor het afgeven van schooladvies. Ja, die zat altijd in januari. Ja, iedereen weet dat eigenlijk nog wel. Maar veel mensen zeggen ook dat de eindtoets eigenlijk ook alleen maar een momentopname is. En moet zo'n momentopname dan zo zwaar wegen in het maken van een schooladvies, terwijl de professional de leerling 8 jaar gezien heeft? Leerling zich heeft zien ontwikkelen, heel veel gegeven, ziet hoe de leerling in de klas is en veel meer ook dus die andere kwaliteiten van een leerling mee kan nemen. Dus vandaar dat we eigenlijk gaan zeggen, laten we dat schooladvies maar naar voren halen, waardoor de professional die de leerling elke dag ziet, daarin een grotere rol krijgt. Dat is de achterliggende gedachte. Oké, dus dat eigenlijk de leerkracht daar meer stem in heeft. De leerkracht er meer stem in heeft, ja. Ja, ja. En dan volledig de stem? Nou, niet volledig, want de eindtoets is er nog wel. Die wordt alleen nu later afgenomen, tussen april en mei, afhankelijk van welke eindtoets je hebt. En dan is eigenlijk de eindtoets een soort second opinion. Een tweede maatgeving om te kijken of het schooladvies hetzelfde is in ieder geval. Het niveau ongeveer hetzelfde is en of ze in elkaars verlengde liggen. En het eindtoets zullen we zo nog even verder ingaan. Gaat het vooral, het advies wordt gegeven door de leerkracht. Welke rol spelen dan wel de cijfers daarin nu nog? Nou, die spelen daar nog heel veel in. Maar het zijn vooral de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Dus dat zijn niet
wat we noemen de methodetoetsen, dus de toets van... Wat is daar het verschil tussen? Ja, dat is wel een belangrijke. Nou, je hebt toetsen van het leerinvolgsysteem en een hele bekende daarvan zijn de toetsen van CITO. Die worden dan landelijk gemaakt en dan kan de school daarin zien hoe een leerling landelijk ook scoort. En die worden gebruikt voor het maken van het schooladvies. Methodetoetsen, dat zijn eigenlijk de toetsen die horen bij het boek waaraan je werkt. Dus een toets over rekenen of een toets over taal. En dat zijn ja, hoe een kind op dat moment de stof die in de klas behandeld is beheerst. Dus dat is iets heel anders. Oké. En wat voor ouders nog wel eens lastig is, dus die methodetoetsen, daar kunnen misschien wel goede scores op zijn. Maar dan zijn die cijfers die in het leerlingvolgsysteem staan anders en wellicht lager. En dan kan een advies nog wel eens lager uitpakken. En ik denk dat dat vaak een verklaring is waarom een advies lager is dan verwacht. Oké, dus dan gaat het met name om de, nou ja, de meeste bekende is natuurlijk de CITO, ja. Toetsen. Maar er zijn er meer, maar die toetsen die geven dan meer de doorslag. Die geven vooral de doorslag voor het maken van het schooladvies. Okay. En daardoor kan het zijn dat dat anders is dan jij als ouder verwacht, ja. Zeg maar op basis van het rapport. Ja, de methodetoets. Zeker, de meeste schoolrapporten zetten ook wel de scores van die toetsen van het leerlingvolgsysteem op het rapport. En daarom is het ook belangrijk om altijd dat op school te vragen. Hè. Wat is het verschil tussen de scores van mijn kind voor de methodetoetsen en de scores voor het leerlingvolgsysteem? Want dan krijg je echt inzicht over hoe jouw kind het doet en waar de mogelijke vervolgopleidingen liggen. Ja. Er zat even de vraag, maar wat er in het leerlingvolgsysteem staat, wordt toch besproken tijdens gesprekken met de leerkracht? Ja, dat zei ik eigenlijk net ook. Hè. Als het goed is, staat het ook op het rapport. Maar we hebben het over alle ouders van schoolgaande kinderen in Nederland. En voor lang niet alle ouders is dit duidelijk. Ben je goed ingevoerd in het onderwijs? Nou, dan weet je dat wel. En als je een goede school hebt, hè, die legt dat jou ook uit. Zoals ook deze vraagsteller dat goed weet dat er een verschil tussen zit. Maar het is wel goed voor iedereen om zich dat te beseffen en op school daar steeds ook naar te vragen. Ja, dan hadden we nog net de vraag die ik even geparkeerd had. Hè? Ja. En die luidt, ik vind het lastig dat de rapporten uitsluitend uitgaan van de CITO-scores gedurende groep 6, 7 en 8. Onze zoon is recent getest op dyslexie. Is het schooladvies volledig gebaseerd op die rapporten en CITO's? Of kan inderdaad zo'n dyslexie of andere dingen daar nog wel een rol in spelen? En speelt dat nog mee? Nee, dat is dus de vrijheid die een leerkracht heeft om zelf het schooladvies te bepalen. De leerkracht is, de school en de leerkracht, want het zijn vaak ook meer mensen rond de leerling die in groep 8 zit, die daarin meedenken. Er is ook altijd wel overleg binnen een school over het uiteindelijke schooladvies. Die hebben de vrijheid om zelf het schooladvies te maken en ze mogen afwijken van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Er zijn tegenwoordig wel heel veel scholen die met een soort puntensysteem werken. En dan is het niet zo gemakkelijk voor een leerkracht om ervan af te wijken, maar het mag wel. Het mag wel, dus we moeten niet per se zich houden aan die scores. Nee, want het is de basisschool die het schooladvies maakt en dat is leidend, zo heet het dan officieel, voor toelating op het voortgezet onderwijs. En er zijn veel plaatsingswijzers, horen we, die scholen gebruiken. Met afspraken, waarin ze afspraken maken ook met voortgezet onderwijs. Over dat is dan inderdaad, hoe zit dat dan een beetje? Dat is zo'n plaatsingswijzer. Dan zie je vaak in een regio dat scholen met elkaar gaan overleggen. Hè, met zoveel C's of met zoveel D's en zoveel A's wordt het dat schooladvies. Ja, die afspraken mogen gemaakt worden, maar daar mag je dus van afwijken. Want de school voor voortgezet onderwijs mag nooit bepalen aan de andere kant wat het schooladvies wordt. Ja, en wat adviseer je nu ouders die te maken hebben met een school die vooral naar de cijfers kijkt en zo'n plaatsingswijzer bijvoorbeeld helemaal klakkeloos volgt? Klakkeloos volgt. Nou, je moet erover in gesprek gaan. En vooral je eigen lijstje maken met argumenten. Maar daar komen we eigenlijk later in de webinar nog wel op terug. Met jouw argumenten waarom je vindt dat jouw kind een ander schooladvies zou moeten krijgen. En ook in die leerling die dyslexie heeft, kun je natuurlijk goed met de leerkracht daarover in gesprek gaan. Want een leerling die dyslexie heeft, die kan ook op het voortgezet onderwijs natuurlijk hele goede begeleiding krijgen om het heel goed te gaan doen, strakjes op het niveau wat ze zelf in gedachten hebben. Ja,
Zeker, zeker. En die wordt ook even aangegeven door iemand die zegt dat nu is aangegeven, en zo zit nog niet in groep 8, maar hij is wel aangegeven dat vooral de werkhouding doorslaggevend zal zijn voor het advies. Nou ja, als de school dat zegt, dan zou ik ook vooral willen weten waarom de school dat zegt. Dus dat zou ik als ouder dan ook vragen. Maar ik denk vooral dat het een goede mix is. En het ook altijd maatwerk is. Voor de ene leerling kan werkhouding juist precies het punt zijn waar het de goede kant op kantelt. Maar voor de andere kan dat juist de andere kant op kantelen. Dus ik denk niet dat één ding zaligmakend daarin is. Het is altijd die mooie mix van gegevens waarvoor elk schooladvies natuurlijk ook weer uniek wordt. Ja, ja, ja. Kunnen we dan heel kort eventjes de totstandkoming van zo'n schooladvies doornemen? Ja. We hebben al heel veel dingen de revue laten passeren, maar we hebben ze hier ook nog even een keer samengevat neergezet. De basisschool maakt het schooladvies, er zijn geen wettelijke bepalingen voor. Soms kunnen er afspraken zijn onderling tussen scholen in zo'n POVO-afspraak. Moet voor 1 maart bij ouders bekend zijn. Als het goed is, komen daar heel veel verschillende gegevens in terug. Die leerprestaties die uit het leerlingvolgsysteem komen, maar ook de aanleg en talenten van de leerling. De hele ontwikkeling tijdens de schoolperiode. En je kan ook zien dat een leerling die misschien vrij timide is binnengekomen en niet zo doortastend is, in de loop van de jaren heel doortastend is geworden. Maar ook concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen spelen daar een belangrijke rol in. En als leerkracht van groep 8 heb jij de mooie kans om daar een prachtig advies uit te laten rollen. Het lijkt me ook wel het mooiste wat er is om te doen als jij je leerlingen gezien hebt. Ja, toch? Ja. Maar mooi, nog mooier als je daar natuurlijk de ouder en de leerling in mee kan nemen. Ja, ja. En dat en samen daar, zeg maar een beetje. En dat samen doet, dus dat betekent weer dat je die verwachtingen van de leerling en de ouders daar wel in betrekt. Ja. Welke rol hebben ze leerling hier dan eigenlijk in? Ja, wat mij betreft een hele grote, want als een leerling graag iets wil, zie je dat de motivatie daar natuurlijk heel sterk toeneemt. En als een leerling zelf zegt, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo gemotiveerd om dat te doen, dan is dat natuurlijk ook wel iets heel serieus om in mee te nemen. Want als de leerling niet wil, ja, dan kunnen wij natuurlijk met z'n allen op ons kop gaan staan, maar dan gaat het niet gebeuren. Dus of er moet nog iets aan die motivatie gebeuren, en daar kunnen we natuurlijk ook met elkaar goede gesprekken over voeren. Hè. Waarom ben je niet gemotiveerd voor een bepaalde opleiding? Is een gesprek dat ouders thuis met hun kind goed aan de keukentafel kunnen voeren. Ja. Oké. Okay. Voor mij zijn er over dit onderwerp geen vragen meer. Laten we doorgaan naar de volgende poll. We hebben er weer een. Poll 3. Even. Die gaat over een ander stukje over het meervoudig advies. Misschien heel kort even vertellen wat meervoudig advies is. Ja, best wel. Want dat zijn ingewikkelde termen soms. Je hoort naast meervoudig advies ook wel dubbelvoudig advies. Of dubbeladvies. Nou, je kunt een enkel schooladvies krijgen. Dus dan zit er in het advies maar 1 onderwijstype. Dus of een VMBO-T-advies, of een VMBO-kaderadvies, of HAVO, VWO. Dat is een enkel of een enkelvoudig advies. Maar je kunt ook 2 onderwijstypes aan elkaar koppelen. Dus dan heb je het over een VMBO-T-HAVO-advies of over een HAVO-VWO-advies. Oké, okay, dus dat is dat meervoudig advies. Dat is het meervoudig advies. Ja, ja, meervoudig, ja, dubbel. Maar dan zijn er altijd 2 aan elkaar gekoppeld. Dat is ook het maximum overigens. Meer mag niet. Ooit is er nog wel eens zo geweest dat er zelfs 3 aan elkaar gekoppeld mochten worden. Maar dat is niet meer het geval. Het is 1 of 2 schooltypes die aan elkaar gekoppeld mogen worden. Oké. Okay. Nou, er wordt dan wel gereageerd op de poll. De vraag luidt, ik vind dat elk kind een meervoudig advies moet krijgen. Antwoord kan zijn, ja, dan kan mijn kind nog laten zien welk niveau past. Of ja, dan kan mijn kind zich optrekken aan andere leerlingen. Nee, voor mijn kind is wel duidelijk welke schoolsoort past. Of nee, in een combinatieklas ligt het onderwijsniveau lager. Of het maakt mij eigenlijk niet uit. Laat even weten wat je vindt. Dit is meer dus niet wat jullie situatie toepassing is, maar wat jullie daarvan vinden. En we vragen dat vooral omdat het ook te maken heeft met de kansen die kinderen krijgen. Het is inmiddels bekend
uit verschillend wetenschappelijk onderzoek dat kinderen die dezelfde prestaties op school laten zien, maar waarvan het ene kind uit een hoger opgeleid gezin komt en de andere uit een lager opgeleid gezin met een migrantenachtergrond, niet altijd dezelfde advies krijgen. Oké. En dat is natuurlijk op zich al een hele kwalijke zaak. Want dan krijgen de kinderen met dezelfde vermogens en kunnen en prestaties niet dezelfde kansen. En met een meervoudig advies is er in ieder geval meer kans om te laten zien in de brugklas wat je zelf in huis hebt. Ja. Dus daarom onze vraag, en we willen graag van ouders wel horen of jullie zouden vinden dat eigenlijk alle kinderen een meervoudig advies zouden moeten krijgen. Altijd een dubbel advies. Zou dat een oplossing zijn om in ieder geval een deel van dit probleem te tackelen? Ja, we zijn benieuwd. 63% van jullie heeft al gestemd. Laatste kans om nog even wat in te vullen op deze poll. En dan ga ik hem zo sluiten. Ondertussen is er nog één vraag binnengekomen die we misschien eventjes kunnen behandelen. Zie je ook dat de keuze van de leerling heel afhangt van de keuze van de vriendjes en vriendinnetjes? Soms wel, soms niet. Natuurlijk is het iets wat heel erg speelt bij kinderen. Maar tegelijkertijd weten we uit ervaring dat eigenlijk het ook wel weer een hele mooie nieuwe kans is om na een periode van 8 jaar eens even met een frisse start te beginnen. En alle scholen voor voortgezet onderwijs besteden gelukkig zoveel aandacht aan de start in de brugklas met introductiedagen, soms zelfs een introductiekamp, dat het maken van nieuwe vriendjes en vriendinnetjes eigenlijk altijd goed gaat. Ja, ja. Dus het is de kunst, ook voor jullie als ouders, om dat gesprek denk ik met je kind te hebben en dat daarin ook te benoemen. Ja, dat je best begrijpt dat je mee wil met je eerdere vriendje of vriendinnetje, maar dat je daar eigenlijk niet te veel zorgen over zou hoeven te maken. Nee. En eigenlijk het schooladvies is ook echt een individuele advies, ja, zeg maar. Ja. Ja, ja, ik denk niet dat de leerkrachten daar überhaupt naar kijken van wat een vriendje of een vriendinnetje doet. Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker van niet. Oké, hartstikke mooi, hartstikke mooi. De uitslag van de poll is bekend. Jullie zijn het, 60% geeft aan, dat zou moeten, een dubbel advies, want dan kan mijn kind nog laten zien wat het kan. Ja. En 10% geeft ook nog ja, en dan kan mijn kind zich optrekken aan andere kinderen. 20% geeft aan nee, dat is niet nodig, want het is duidelijk wat mijn kind, welk niveau past bij mijn kind. En 0%, en dat is dan wel een mooie, ja. Zijn we wel blij met het antwoord. En in de communicatieklas ligt het onderwijsniveau lager. Want dat blijkt ook uit onderzoek dat dat absoluut niet zo is. Dat juist is eerder hoger, toch? Ja, het is absoluut niet waar dat dat de sterke leerlingen er minder door gaan presteren. Dus in een VMBO-T-HAVO-klas gaan de HAVO-leerlingen er niet op achteruit, omdat er VMBO-T-leerlingen bij zitten. Integendeel. Dat is wel aangetoond. De VMBO-T-leerlingen kunnen zich wel aan de HAVO-leerlingen optrekken. Ja. Dus ja, wat dat betreft zou het juist heel goed zijn voor iedereen in heel Nederland om altijd in een groep met een wat hoger niveau te zitten. Ja. Ja, en dan heb je iets langer de tijd om te laten zien welk niveau nou echt het beste bij je past en welk onderwijstype, denk ik ook. Want daar zit ook verschil in. Ja, daar zit wel verschil in. Of je wat meer de theoretische kant op wil, of dat je toch uiteindelijk nog wat meer de praktische kant op wil. Heb je heel veel uitdaging nodig? Nou, dat maakt allemaal wel uit. En daar kan je dan in de brugklas achterkomen. Tot slot, het laatste antwoord had ik jullie nog even. Zijn jullie nog schuldig mij? 10% geeft aan, het maakt mij niet uit. Dat is de uitslag van deze poll. Ik vind het een hele mooie uitslag, Marieke. Want jij zegt inderdaad dat 60% van de ouders hier vanmorgen zeggen van, nou, doe maar graag een gemengd advies. Dat betekent ook dat we dan zoveel mogelijk brugklassen met een combi moeten hebben natuurlijk. Want dat is niet altijd overal het geval. Nee. Maar dat geeft inderdaad een ouder aan die zegt van de school bleef tot voor het definitieve advies een dubbel advies geven. En dan blijft het advies nog zo breed, weet je wel, het voorlopige advies. Ja. Maar dan maakt de zoektocht naar een passende school wel lastiger. Ja, dan moet je dus inderdaad zelf op zoek als ouder naar een school die ook dat brugklastype aanbiedt. Heb je een VMBO-THAVO-advies? Nou, dan wil je dus inderdaad graag zo'n brugklas. Overigens kun je met een VMBO-THAVO-advies, zo'n dubbel advies, ook in een HAVO-brugklas geplaatst worden. Oké. Dus je mag altijd geplaatst worden
in één van de brugklassen waar het schooltype in zit. Okay. Dus met een VMBO-THAVO-advies is het vervolgens aan de school waar je je kind aanmeldt, in welke klas je kind geplaatst wordt. En in één van de slides gaan we daar zo meteen ook nog wel over hebben, wat het verschil is tussen toelating en plaatsing. Want met het schooladvies meld je je kind aan. Dan bepaalt de school voor voortgezet onderwijs of je toegelaten wordt. Maar daarna komt ook nog eens een keer een plaatsing. En dat is wat anders. Dan bepaalt de school voor voortgezet onderwijs in welke klas je echt komt. En dat kan met een VMBO-THAVO-advies dus in een VMBO-T-klas zijn. In een VMBO-T-HAVO-klas zijn. Of in een HAVO-klas zijn. Oké. Okay. Nee. En dat kan nog wel eens even spannend zijn. Maar daarom, en om terug te komen op die eerste vraag, heeft jouw kind een VMBO-T-HAVO-klas, dan is het natuurlijk wel heel fijn als je inderdaad die VMBO-T-HAVO-brugklas kan vinden. Ja, ja, ja. Dan horen we ook wel dat er scholen afspraken met basisscholen en middelbare scholen afspraken met elkaar hebben gemaakt over de, alleen maar enkelvoudig advies. En dat is natuurlijk voor het voortgezet onderwijs makkelijker qua plaatsing. Ja. Maar dat mag niet. Mag niet? Nee, mag nee. Absoluut niet. Vorig jaar heeft het heel erg gespeeld. En als ouders en onderwijs zijn we daar ook echt bovenop gedoken. Daar waar we het hoorden en merkten, hebben we daar ook meteen een melding van gemaakt. Bij de onderwijsinspectie. En de onderwijsinspectie heeft daar ook goed op gereageerd en die scholen aangesproken. Dat soort afspraken tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn niet toegestaan. Natuurlijk mag een basisschool uit zichzelf wel een enkelvoudig advies geven. Maar het gaat er dus om dat basisscholen en voortgezet onderwijsscholen niet samen de afspraak maken dat het nee, niet mag. Nee, nee. Maar als je nou, dus de basisschool zegt van nee, wij doen geen dubbel advies, of meervoudig advies, want wij vinden enkelvoudig advies beter. Wat kan je dan als ouder doen? Nou ja, dan ga je vooral in gesprek. Probeer je met argumenten de leerkracht van jouw kind daarin te overtuigen. En je kunt altijd vervolgens zelf naar een school voor voortgezet onderwijs gaan. Dan waarschijnlijk een andere dan die afspraak, of dat dan de basisschool zegt, om toch je kind te proberen toe te laten krijgen, toegang te laten krijgen tot die school. Want dat mag. Ja. Je hoeft je niet als ouder per se aan het gegeven schooladvies te houden. Maar daar zullen we zo nog eventjes aan gaan zitten. Het gaat nu even van wat als de basisschool zegt, nee, we doen alleen maar enkelvoudige adviezen. Ja. Ja. Als ze zeggen van dat mag, dat hebben we zo met de middelbare scholen afgesproken, dat mag niet. Dat mag niet. Wat zeg je dan tegen ouders? Kunnen ze nou contact met ons opnemen? Ja hoor, wij hebben een directe lijn met de onderwijsinspectie, dus dat kunnen wij altijd bij de inspectie melden. En onze ervaring tot nu toe is dat er dan echt direct contact wordt opgenomen met die scholen. Ja. Dat kan echt niet. En er is vorig jaar ook een brief overheen gegaan. En ik denk ook dat dat niet veel meer gebeurt. Kijk, ik kan het niet uitsluiten. Maar meld het vooral als meld jullie merken vooral. Ja. Dat dat zo is. Want dat mag echt niet. Maar een basisschool zelf, als het hun principe is om geen meervoudige adviezen te geven, dat zou mogen. Hoewel ik daar niet gelukkig van word. Je daar geen voorstander van bent. Geen voorstander nee, van nee, bent. Nee. En wie weet kan je dan met de informatie die we je net gegeven hebben en de voordelen die je ook een dubbel advies geven, het gesprek alsnog aangaan. Ja. Oké, gaan we naar de vierde poll. Ja. Nou, misschien Marieke, kom nog even terug naar die laatste slide. Want we hebben daar eigenlijk al wel veel over gehad. We komen ook straks nog even over de eindtoets te praten. Maar vooral de laatste tip hier. Bij een beter gemaakte eindtoets, dus die dan straks ergens tussen april en mei plaatsvindt. Kan de school wel het schooladvies nog aanpassen. Zelfs met een halve stap. Dus maak je de eindtoets beter dan het schooladvies. Stel, hè, je hebt toch dat enkelvoudige advies MAVO gekregen, VMBO-T. En je maakt de eindtoets op niveau HAVO. Komen we zo meteen ook nog wel over de wettelijke kant daarvan te spreken. Maar ook met een halve stap mag de school het aanpassen. Dus dan wordt VMBO-T bijvoorbeeld VMBO-T-HAVO. Wat voor jou en jouw kind natuurlijk opeens weer heel veel nieuwe opties en mogelijkheden biedt. Want dan kan je laten zien wat je waard bent in de brugklas. En kan je naar zo'n brugklas waarin twee schooltypes zitten.
Oké, het is wel een beetje ingewikkeld, moet ik zeggen. Het is ingewikkeld. En daarom leg ik het ook graag aan jullie uit, want het is het niet voor niets het belangrijkste moment in de schoolcarrière van een kind. Ja. Dat is eigenlijk een mooie overstap naar de poll. Ik had hem al online gezet, dus hij wordt er al ingevuld. De vraag, laat ik zal met de, bij beter gemaakte eindtoets moet het schooladvies altijd worden aangepast? Ja, want de eindtoets laat zien wat mijn kind kan. Of zeg je ja, want daarmee krijgt mijn kind de beste kansen. Nee, de eindtoets is een momentopname. Of nee, de leraar weet heel goed wat mijn kind kan. Het maakt dus niet uit hoe die de eindtoets kan. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Wat is jullie mening daarover? Nou, de eindtoets is om verschillende redenen inderdaad naar achteren geschoven. We hebben het in het begin al over gehad om vooral de professionele kant van de leerkracht daarin, die een kind 8 jaar gezien heeft en meegemaakt, een belangrijke rol te geven. Eindtoets is dan meer een second opinion, controle van, hey, hebben we het allemaal wel goed gezien bij deze leerling? Er komt dan ook wat minder druk op te staan voor leerlingen misschien, want het schooladvies is er toch al, dus ze gaan er misschien wat relaxter in. En vaak is het zo, als je ergens relaxed in zit, zijn de resultaten juist toch heel erg goed. Ja, ja. Er is ook nog wel gezegd dat het gedaan is inderdaad om de hele periode van groep 8 beter te benutten. Want leerlingen blijven toch wat langer scherp als de eindtoets, zoals voorheen in januari, werd afgenomen. Ja, ja. Nou, dan gebeurde er daar niet zoveel meer. Dus nu wordt het schooljaar nog wat nuttiger gebruikt. Maar er zijn ook alweer geluiden die zeggen, nou ja, laten we die twee toch in ieder geval wat dichter bij elkaar brengen. Oké. De eindtoets bijvoorbeeld toch ergens eind februari wordt afgenomen, zodat hij wel in het schooladvies mee kan. Omdat we merken, en dat merken we dan vooral van de kant van ouders, dat als die eindtoets inderdaad beter wordt gemaakt, het gesprek erover en de aanpassing van het schooladvies realiseren lastig is. Ja, omdat het zo laat is en je dan vaak wel op een school bent aangeroepen en je dat dan weer zou moeten omzetten. Ja. Dus als het aangepast wordt, dan... Dan kom je nog wel in een aantal situaties die niet altijd gemakkelijk zijn. Nee. Nou ja, dat zijn een van de dingen die je natuurlijk mee kunnen nemen bij de evaluatie. Bij de evaluatie aan het einde van dit jaar. Ja. Bijna iedereen heeft hem nu ingevuld, dus ik ga de poll sluiten. En dan ben ik heel benieuwd. Wat denk je? Meer ja of meer nee? Ik denk meer ja. Nou, dat klopt helemaal. 67% zegt totaal zegt ja. Dus allebei de antwoorden samen. Maar van 17% zegt ja, de eindtoets laat zien wat mijn kind kan. En maar 50%, de grote, de helft van jullie, ja, want daarmee krijgt mijn kind de beste kansen. Dat is eigenlijk een belangrijke uitkomst. En verder nog een kwart zegt nee, want de eindtoets is een momentopname. En 8% zegt nee, de leraar weet heel goed wat mijn kind kan. Ja, meer dan dit is het dus over eens dat de eindtoets, als het beter is gemaakt, het schooladvies ook altijd moet worden aangepast. Ja, nou, ik denk vanuit perspectief van ouders dat dat ook heel terecht is. Je wil graag de beste kansen voor je kind. En met die aanpassing krijg je wellicht net wat halve niveau van schooltype hoger. En kan je kind in die gecombineerde brugklas laten zien wat hij zelf in huis heeft. En als het gesprek met de school soms niet tot het resultaat komt waarvan je graag samen wil komen, dan is die eindtoets als second opinion natuurlijk wel een heel belangrijke houvast. Ja. Ja. Dan heb je als ouder tenminste iets om nog een keer het gesprek aan te gaan. Je was misschien teleurgesteld in het eerste schooladvies. Het schooladvies is nu duidelijk beter gemaakt. Dan zit er nog wel iets lastigs in dat gesprek, want de wetgeving zegt dat de school dan het schooladvies moet heroverwegen. Oké, en wat betekent dat? Dat betekent ook dat ze het daadwerkelijk gaan aanpassen? Nee, en moeten aanpassen? Nee, en daarom hebben wij de stelling ook zo gemaakt. Dat is het nou juist niet. Heroverwegen betekent echt alleen dat die leraar zich nog een keer bedenkt over wat er allemaal staat, wat hij zelf gezegd heeft in het schooladvies, de gegevens nog een keer pakt, het resultaat van die eindtoets ernaast legt en dan voor zichzelf te raden gaat, heb ik het goed gedaan? En dan kan hij dus twee kanten op kiezen. Hij kan zeggen, ja, ik heb het goed gedaan, want
gezien wat ik allemaal in dat leerlingvolgsysteem heb staan. Wat ik heb gezien van die leerling. Blijf ik bij mijn oorspronkelijke advies? Of hij kan zeggen, goh, ja, ik zie dat die eindtoetsopeens wel heel goed gescoord is. Ik ga dat advies wel aanpassen. Maar je bent dus afhankelijk van wat de leerkracht beslist. Je kunt het niet afdwingen. Het is niet een moeten aanpassen als het schooladvies beter is gemaakt. Nee. Of als de eindtoets beter is gemaakt. Nee, dus een hoger niveau op de eindtoets wil niet zeggen dat je op een hoger schooladvies krijgt. Nee. Dus het is wel een reden om weer met elkaar in gesprek te gaan. Het is wel een reden om met elkaar in gesprek te gaan. En ik vind ook altijd dat er een gesprek moet plaatsvinden. Want zo'n heroverweging, daar ga je natuurlijk de ouders over informeren. En dan ga ik nog een keer vragen van, wat zijn jullie gedachten erbij? Gedachten van jouw zoon of dochter daarbij? Ja, het is toch ook wel iets, een gegeven zeg maar. Het is een gegeven. Als ik leerkracht was en ik zou inderdaad zien... dat die eindtoets beter is gemaakt, dan zou ik eerst heel blij worden, denk ik. En ik zou me altijd 3 keer achter de oren krabben van, wat heb ik over het hoofd gezien? Wat is het interessant dat deze leerling het beter gemaakt heeft? Nou, weet je, dit geeft mij de doorslag om toch bijvoorbeeld het enkelvoudig advies in een meervoudig advies te veranderen. Want dat zou natuurlijk heel mooi zijn, dat het dan in ieder geval ook een half advies bij zou komen. Al komt er maar een half advies bij. En dan kan die leerling tenminste zelf laten zien wat die waard is in de brugklas. Wat maakt het voor een leerkracht uit, waarvan dan die periode is afgesloten, of die leerling in een enkelvoudige brugklas komt of in een meervoudige brugklas. Ja. Nou, mooi. Gun kinderen kansen. Gun kinderen kansen, helemaal mee eens. Gaan we door. Wat kan je doen als je niet eens bent met het schooladvies? Ja, nou, dat kan natuurlijk. Dat hebben we net ook aan het begin wel gezien. Een aantal van jullie gaf ook heel duidelijk aan dat het advies lager was dan verwacht. Ja, het meest logisch is natuurlijk te beginnen met een gesprek aan te vragen met de leerkracht. En in ieder geval de leerkracht de ruimte te geven om toe te lichten waarom dit advies zo tot stand is gekomen. Maar vooral ook jezelf als ouder goed voor te bereiden. Jij hebt waarschijnlijk zelf met je kind ook over gehad wat de verwachtingen zijn, wat je wensen zijn. En jij ziet je kind thuis natuurlijk ook op een hele speciale manier. Ziet een stukje doorzettingsvermogen, ziet een stuk motivatie waarvan die leerling misschien dat in de klas niet altijd laat zien. En dat is natuurlijk goed om te delen met de leerkracht. Ja. Want dat heeft die leerkracht misschien in de klas nooit gezien. Dus dat is in ieder geval de eerste insteek. Vraag en is het alleen de leerkracht van groep 8 die je daar over mee in gesprek gaat? Is die degene die ook bepaalt? Of? Nou ja, die is wel degene die aanstuurt daarin. Maar de basisscholen maken wel, in ieder geval met de leerkrachten van de bovenbouw, daarin het schooladvies. De directeur maakt het zelfs officieel. Maar daarnaast hebben we vooral ook doorgaans de interne begeleiders. Daarin ook een hele belangrijke rol. Dus je zou ook bijvoorbeeld een gesprek met intern begeleider kunnen aanvragen. Om daar nog eens mee door te praten van waardoor dit schooladvies niet is wat jij ervan verwacht had. Nee. En zeker natuurlijk als je kind het extra ondersteuning nodig heeft. Bepaalde problemen tegenkomt. Ja. En misschien weet die intern begeleider dan juist ook wel een hele passende school voor voortgezet onderwijs die extra ondersteuning biedt. Ja, dat zou je natuurlijk ook altijd kunnen vragen. En dat hebben we vorig jaar bij onze peiling bij de Staat van de Ouder ook heel erg gemerkt. Dat ouders steeds meer naast het schooladvies puur op het schooltype ook graag willen horen van welke aanpak voor hun kind goed is. En welke school daar dan bij het beste past. Ja, dat is misschien nog wel belangrijker, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Van, is het een school met heel veel structuur? Is het een school die veel extra begeleiding biedt? Is het een school die juist veel zelfstandigheid van de leerlingen vraagt? Dus kijk daar ook naar voordat je je kind gaat aanmelden op een school. Ja, ja. Ja, wat ik nog graag even wil noemen. Aanmelden kan natuurlijk altijd op een school, vooral met meerdere brugklastypes. Want dan weet je in ieder geval dat er ook op- en afstroom mogelijkheden zijn. Dus de bredere schoolsoorten. Ja, de bredere schoolsoorten. Als er nog twijfel is, dan is dat natuurlijk eigenlijk wel de beste oplossing. Ja. Ik ga ondertussen even kijken of er nog wat vragen binnenkomen.
En zijn ouders verplicht het schooladvies te delen met het voortgezet onderwijs waar men wil aanmelden? Nou, je komt met het schooladvies binnen. Dat moet je wel hebben bij de aanmelding. Want dat is wel wat wettelijk is vastgelegd. Het schooladvies is leidend. Wat niet al mee hoeft bij de aanmelding, zijn alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport. En het zou zelfs misschien beter zijn om dat op een later moment te doen. Want juist omdat het schooladvies leidend is, moet de school voor voortgezet onderwijs daarop toelaten of niet. Ja, ja. Want het gevaar kan zijn, als al die gegevens al meekomen, dat te veel gekeken wordt naar de inhoud van dat dossier. En stel dat er bijvoorbeeld een keer een lagere score in groep 6 tussen zit, dan horen wij nog wel eens dat een school voor voortgezet onderwijs dan zegt, oh, dan gaan we die leerling niet in de HAVO of VWO klas plaatsen, maar juist in de VMBO-THAVO klas plaatsen. Dus ik pleit er eigenlijk voor vooral bij het schooladvies te houden. Ja, dus het schooladvies, dat moet in ieder geval gegeven worden. En andere gegevens, die hoeven niet per se op dat moment mee. Dat is geen verplichting. Er zijn scholen die het doen, er zijn scholen die het niet doen. Maar het is zeker mag je daar nee tegen zeggen? Bij aanmelding? Dat is eigenlijk wat de basisschool zelf als afspraak heeft. En dan kom je weer aan de andere kant, medezeggenschapsraad, beleidskant. En dat zou daar dan een gesprek kunnen zijn van hoe moet onze basisschool dan? Ja, ja. Nee. Hier nog een vraag bij. De ouders heeft advies gekregen en dat is alleen maar gebaseerd op de cijfers uit groep 6-7, de scores in groep 6-7. En heeft een gesprek nu gehad met school en dat is niet bevredigend verlopen. Wat kan deze ouder nu nog doen? Ja, het zijn eigenlijk heel veel dingen die vanmorgen ook gepasseerd zijn. Als bijvoorbeeld de resultaten in groep 8 opeens stukken beter zijn, want dat proef ik een beetje uit de vraag ook, zou dat bijvoorbeeld een heel goed argument voor de ouder zijn om het gesprek nog eens aan te gaan. Ja, ja. Deze ouder geeft inderdaad hier vervolg aan dat inderdaad het gebaseerd is op vooral groep 7. Ja, nou, iedereen kan wel eens een slechtere periode hebben. Waarom is het in groep 7 opeens wat minder goed gegaan? Nou, daar kun je met elkaar over in gesprek gaan. En wat zijn daar de redenen van? En die kunnen misschien bepalend zijn. Kijk, als het in de thuissituatie iets was die daar heel erg invloed op gehad heeft, dan denk ik ook dat je als school daar ruimte voor moet geven en als leerkracht dat in je overwegingen mee gaat nemen. En zeker als die leerling nu in groep 8 een stijgende lijn laat zien, dan moet je daar ook van durven afwijken. En dat mag en dat kan. Het is aan de leerkracht, de school, de basisschool, om dat schooladvies te maken. Ja, ja. Dus als jij vindt dat die leerling echt een stijgende lijn laat zien, dan kun jij daar goed onderbouwd wel een schooladvies bij maken. En als jij dan achter de ouder en de leerling staat en dat ook naar de school voor voortgezet onderwijs zo hard durft te maken, dan moet die school voor voortgezet onderwijs die leerling wel aannemen op dat hogere advies. Ja, ja. Maar wat kan je dan als ouder doen, zeg maar, om die school daarvan te overtuigen? In dit geval gaat het om een kaderadvies. En voor de school waar ze het kind graag naartoe wil. En voor het type onderwijs, zeg maar, die mee te maken, is TL nodig. Ja, nou, heel veel gesprekken met die leerkrachten voeren. En zoveel mogelijk argumenten aandragen waarom jij vindt dat het zo is. Ja. Vooral de wens van het kind, de motivatie, doorzettingsvermogen, dat jij zelf daar ook graag een stukje aan wil bijdragen als ouder. En dat jij ziet dat jouw kind dat aan kan. Maar vooral ook dat andere stukje, dat een dip van iemand moet niet een leven lang iemand nagegeven worden. Dat is zo zonde. En maak er dan in ieder geval een gemengd advies van. Vraag dat. Hè, zodat weer jouw kind de kans krijgt om in de brugklas dan te kunnen laten zien of die VMBO-T echt erin zit. Maar alleen genoegen nemen met de cijfers en de basering van het advies op de basis van de cijfers, die leerling volgcijfers, dat zeg je nee. Dat is te kort door de bocht. Dat is te kort door de bocht. Leerling is meer dan cijfers. Ja, ja. Nee. Nou, ik hoop dat je daarmee hebben kunnen helpen.
We zijn bijna door de tijd, Arline. Ja, vijf minuten in principe. Nou, dan hebben we dat aardig goed getimed. Ja. Ja. En er zijn nog een paar dingen die we graag aan jullie mee willen geven. Hij is net eigenlijk ook al een keer langsgekomen. Let op, toelating en plaatsing is niet hetzelfde. Als jouw kind een, ik noem voor gemak, maar steeds even VMBO THAVO advies, maar dat kan elk gemengd advies zijn, is toegelaten, gaat daar na de school voor voortgezet onderwijs zelf over tot plaatsing. En dan heeft de school voor voortgezet onderwijs zelf wel het heft in hand. Dus ook let daarop en ga desnoods daarover nog in gesprek in welke klas jouw kind echt geplaatst is. Nou, waar je dan zelf op kan letten is ook, kom je er niet uit, dan mag je altijd afwijken van het schooladvies. Dus stel, er staat VMBO T in het schooladvies, maar jij gaat naar die school voor voortgezet onderwijs toe. En jij hebt goede argumenten als ouder om te zeggen, maar er is zeker wel VMBO T, HAVO, misschien zelfs wel HAVO. Dan mag de school voor voortgezet onderwijs die leerling ook in een hoger niveau plaatsen. En dat is het verschil, dat is wel weer dan heel juridisch, tussen de woorden leidend en bindend. Leidend betekent dat het in principe eigenlijk de manier is waarop een leerling binnenkomt. Maar het is gelukkig niet bindend. En bindend zegt dat het ook echt zo moet. En dat is niet zo. Okay. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen afwijken daarin. Maar ouders zelf ook. Je mag ook als ouder met het schooladvies VMBO-T best naar een HAVO-school stappen om je kind daar aan te helpen. Of naar een basiskaderschool, omdat je vindt dat dat beter bij je kind past. Bezig, want mijn kind heeft zoveel andere ambities, dingen, zeg maar. Ambities, die wil dat. Prima, heel goed dat je dat ook zegt. Ja, ja. Betekent niet dat je de garantie hebt dat je kind dan ook daar wordt toegelaten, maar het mag wel. Afwijken mag. Afwijken mag, ja. 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 Maar uiteindelijk is het de voortgezet onderwijsschool die bepaalt of ze wel of niet meewerken aan die afwijking. Ja. En moeten ze je kind school toelaten met het advies wat gegeven is. En als ze je niet toelaat, moet ze dat natuurlijk ook wel schriftelijk onderbouwen. En jij mag daar dan ook nog wel weer bezwaar tegen maken. Kom je in een bezwaarprocedure, weet niet of dat fijn is. Maar het is in ieder geval wel de situatie zoals het is. Ja, oké. Ja, ik vind dat jij er nog een mooie, of we hebben er nog een mooie tussen gezet. Ieder niveau is goed, hè? Ja. In Nederland zitten we met het systeem van VMBO basis tot en met VWO plus, gymnasium. Daar zitten nog heel veel schakeringen tussen, maar elk niveau is goed. Ja. Er is niet één beter dan de ander. Het gaat er natuurlijk om dat je met elkaar, ouders, leerling, school, komt op een niveau, op een onderwijstype waarvan je denkt dat jouw kind het beste zich gaat ontwikkelen en het beste kansen heeft. Bij je kind past qua leerstijl en wat hij nodig heeft en wat hij misschien wel voor ambities heeft. Ja, vooral. Ja, ja. Ja. Ja, met een VMBO basiskaderopleiding kan je ook heel ver komen. Als dat is wat helemaal bij jou past en wat jouw passie is en waar je blij van wordt, dan is dat de beste keuze. Ja, ja, ja. Absoluut. Ja. Dus als jouw kind wat meer praktisch gericht is, zou dat bijvoorbeeld heel beter passen goed zijn. Dan een theoretische opleiding. Ja. Passie is daarin heel belangrijk, dan kom je altijd terecht waar je wil. Okay. Ja. Okay. Nou, en dan als dit hele traject afgelopen is, is het natuurlijk heel fijn als je kind een goede start krijgt in de brugklas. Maar zover is het nog niet, dat duurt best nog eventjes. In de tussentijd kunnen jullie voor al jullie vragen die je nog hebt, altijd bij onze helpdesk terecht. Die is op schooldagen altijd geopend tussen 10 en 3 uur 's middags. Ja, ja. Met de telefoonnummer 0850-10. Daar kun je ook je vraag naartoe mailen als je dat prettig vindt. Ik heb geen tijd op dat moment om je vraag te stellen. Mail hem dan naar Vragen de Ouders Onderwijs en dan krijg je doorgaans binnen een dag je antwoord terug. En alles van vanmorgen kun je sowieso rustig nalezen op www.oudersonderwijs.nl. Met name onder het kopje middelbare school kiezen. Daar hebben we eigenlijk alles geclusterd wat hierover staat en wat vanmorgen aan de orde is geweest. Niet alleen het schooladvies, maar er staat ook meer over hoe je dan tot een goede schoolkeuze komt. En hoe je dat aanmelden doet en hoe je straks je kind kan begeleiden naar de brugklas. Ja, dus doe daar je voordeel mee. En volgens mij zijn we nu
eigenlijk aan het einde van het webinar. Ja. De tijd is ook Er is nog één iemand die we sowieso per mail even gaan beantwoorden in een stukje in het Engels. Dus die komt nog naar je toe, maar dat doen we even rustig per mail. Want zo snel kan, zo goed is mijn Engels niet dat ik dat nu even ter plekke realiseer. We hebben deze webinar opgenomen, als het goed is. Dat hoop ik, dat kan ik zo meteen zien. Mocht dat gelukt zijn, dan sturen we je ook de link zodat je hem weer terug kan kijken. Zijn er nog vragen? Kan je ze nu nog even stellen via de questions? En we horen ook even heel graag wat jullie ervan vonden. Dus laat dat ook nog eventjes weten. Hartelijk dank voor jullie aandacht. En wie weet, tot de volgende keer. Heel veel succes, vooral met het kiezen van een goede school. En we hopen dat het schooladvies voor degenen die het nog niet hebben gekregen, toch nog snel binnenkomt. En voor degenen die graag nog met de leerkracht van je kind in gesprek gaan, wensen we heel veel advies en hopen we dat we vanmorgen hier besproken hebben met elkaar. Jullie ook goede tips en handvatten hebben gegeven. Om vooral dat gesprek aan te gaan. Schroom niet, doe het. Ja. En dat kan op een hele prettige manier. Je hoeft niet stampvoetend binnen te komen. Maar kom vooral met jouw lijstje van argumenten, bereid het goed voor. En dan denk ik dat je best nog een heel eind kan komen. Heel veel succes en plezier met het kiezen van een goede school. Tot ziens!